Alweer zo laat, nou wel te rusten dan maar. Ik zal wat water gieten. Wat, termieten? Hier, links, rechts. Ja, dan zijn ze ineens in geen velden of wegen te bekennen, de lafaards. En mag ik misschien vragen wat er hier te lachen valt, hè? Als alle legers van de wereld onder leiding van generaals als Ozo stonden, zou het nooit meer oorlog zijn. De soldaten zouden van het lachen geen tijd hebben om te vechten. Helaas. In het legerkamp van de rode bosmieren is oorlog een vak waar je goede cijfers voor moet halen. Hier valt niets te lachen. Hoewel, met generaal Ozo in de buurt. Doen jullie maar precies als ik. Kom mee. Sluip, 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 sluip. Sluip. Wie nu nog geluid maakt, neem ik persoonlijk in de houtwurmgreep. Nu wordt het menes. Nou, ik weet niet hoe jullie naar binnen gaan, maar ik neem gewoon de deur. Of hebben jongens soms trek in een satijtje spek? Nou, als dat goed is klaargemaakt, kan dat erg lekker zijn. Maar dan wel met hete pepers. Ja, met hete pepers. Oh? Maar nu moeten we nog een plan verzinnen hoe we ongemerkt het kamp kunnen binnenkomen. Ja, huh? Actie! Stuur toch! Ja! Ja. Huh? Dat is pas een goede houtwormgreep, hè? Moeten ze ons soms horen? Ik heb trouwens een plan verzonnen. Hebben jullie die boom gezien daar? Dat is de perfecte, maar dan ook perfecte uitkijktoren, jongens. Uitkijktoren? Oh, jij bedoelt de uitkijkboom. Ja, en wie klein is, moet dood gewoon in de dichtstbijzijnde hoge boom klimmen. Zeg, wacht eens even. Ik heb hier de leiding en ik ben helemaal niet klein, ja? Nee, Ozo, je bent helemaal niet klein. Hem moet je meer in de breedte meten. Je vergeet dat kleine mannen wel de geschiedenis gemaakt hebben. Allons, enfants. Le jour de gloire est arrivé. Wij zijn beledigd. Eh bien, oké, doe het dan maar zonder mijn leiding. Maar zeg vooral later niet dat keizer Napoleon zo jullie niet gewaarschuwd heeft, rapaille. Als het gepeupel opstandig is, moeten wij ze keizer zwijgen. Ach ja, nu zijn we helemaal alleen. Hoe moeten we nou dat mierenleger verdrijven? Zonder Ozo zijn we verloren. Tenzij tante Bella misschien een slim ideetje heeft. Ach, nee, ik maar een simpele majorette. En jullie? Nee. Permissie om te praten? We moeten iets hebben dat ons weg kan schieten. Een pijl, een boog of een katapult of zo. Dan kunnen we naar die boom toe vliegen. Maar dat is het! Pijl en boog. Maar dan hebben wij touw nodig. We moeten een touw hebben. Ik heb het! Een ogenblikje. Nee, dat niet. Jij wil... Ja, hoor eens even, Bella. Heb je ooit wel eens een mierenweb zien maken? Kom,
25 meter. Hup. Ja, hou maar, Bella. 100 meter. Ja, we hebben genoeg touw om een boog te maken. Nou, jij. Als een pijl. Uit een boog. Nou, als dat ding werkt, kan Ozo vliegen, hoor. Ha, ja, ho maar, Tante Bella, we hebben veel te veel. Ja, kom maar, de boog kan niet altijd gespannen staan. Prima, 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 prima. Mijn eerste ruimteschip, wat zal mijn oom trots op me zijn. Ja, wat is die mooi geworden, Kever? Dan beginnen we maar met aftellen. Oh, wacht even. Verdi, ik zal aftellen. Ik kan heel goed achterstevoren tellen. Maar natuurlijk, dat zouden we een hele eer vinden, brigadier-generaal Ozo. Mooi. Eerst nog even een laatste inspectie van de vitale onderdelen. Zo, ik ben gereed. Attentie, lanceerpersoneel, op uw posten. En trek. En trek. En trek harder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en fire! Oh. Ja! Ja, dapper is die wel, maar had hij dat dan niet hier moeten laten?